Touch my. Hallo mensen, welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag een Black Ops 3 video op de map The Giant. We gaan zombie spelen zoals jullie kunnen zien. En ik ben vandaag samen met de enige echte Daniel, die je niet kan horen. De neppe. Daar is hij. Eindelijk, hij reageert. Michael. Ik probeer mijn microfoon te verplaatsen. Ja. Michael. Ik hoor je weer heel zacht. Potvek, hoor je heel zacht. Get rot. Zo, nu dan. Nu een dikke ruis. Ja hoor. We zijn weer terug. Ja hoor, lijkt wel. Oké, misschien kan ik die ruis iets verminderen. Wordt mijn zoon nog goed? Daniel? Praat eens. Ja, ik zeg nu iets. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Hij werkt goed. Skere ding, man. Ja, man, mooi ding. Ik ben weer terug op mijn kanaal met video's, zoals jullie zien. Ja, ik ben nog steeds op mijn kanaal, dus check uit mijn kanaal. Check mijn kanaal uit, jongens. Het staat in de link van de descriptie. In de vorige video ben ik een pain video. Ja, die video staat er. Ik ben wanhopig. Ik ben wanhopig. Ik klinkt weer zacht. Video's geüpload, maar die heb ik eigenlijk niet zelf geüpload. Die heeft die vent daar, waarmee ik nu aan het spelen ben, geüpload. Omdat, Michael, we horen je weer zacht. Ah, kom op, man. Zit ik te ver weg? Nu wel goed. Nee. Kun je dat ding niet op je kop proberen te zetten ofzo? Ja, lekker pijn. Flikker op. Of gewoon om je nek. Om je nek laten hangen. Dan kan ik om mijn nek hangen. Kijk, jongens, ik ga nu netjes dat ding om mijn nek heen hangen. Hallo, Lou. Gaan we nu goed? Ja, hallo. Ja? Ja hoor. Die kabel is te kort. Ja, dat klinkt me wel eens goed. Nee! Fuck. Ja, dan moet je maar even in oncomfortabele positie zitten. Dit klinkt gewoon goed. Ja, je moeder klinkt goed. Oh. Ik had lag. Dat is echt heel slecht. Maar ik ben een tijdje weg geweest omdat... Ik zal het even uitleggen. Nou, ik heb een tijdje eigenlijk heel slecht geüpload eigenlijk meer, want ik ben op zich, jullie hebben iets minder video's als normaal gezien, maar zo heel veel scheelt het ook weer niet. Met mijn super geweldige upload schema troep. Maar mijn computer die was kapot gegaan. Nou ja, een gedeelte van mijn computer was kapot gegaan, namelijk de videokaart. En ik had een andere videokaart gekocht. En die videokaart die was, nou die videokaart die was nogal heel erg slecht. En het bleek ook dat mijn computer eigenlijk gewoon de hele tijd de helft van al super scheid is. Hoe heet het? De helft van zijn berekeningen gewoon via zijn videokaart aan het doen was. Want sinds dat ik een slechtere videokaart had, was schoon mijn computer ook totaal niet meer op. Wauw. Dus. Maar ja, nu heb ik... Het is zo'n scheiding. Nu heb ik een nieuwe PC. Met redelijke videokaart. 1 gig GPU. Intel i7 en dat soort dingen. Wel niet echt de meest nieuwe shit erin en zo, maar... Hij is de rich bitch, kijk uit. De rich bitch. i7, wow. Wat? Rich bitch. Maar dat... Oké, Jux staat boven trouwens. Wat? Jux staat trouwens hierboven, als je dat wil weten. Oké. Dus ik heb nu gewoon wel redelijke shit. Het is gewoon... Ah, fuck. Hierdoor kan ik eigenlijk ook echt wel een koude mogel video's gaan opnemen op PC. Dus misschien komt dat ook binnenkort, maar dat durf ik nog niet. Dat durf ik nog niet te zeggen. Misschien durf ik dat ook. Heb je nou zojuist gezegd? Hè? Je hebt het zojuist gezegd?
Ja, maar ik doe misschien, zeg ik. Je moet nooit, ik ga weer dood. Ah, oké. Wat een cloud noob, hè? Maat, ik moet even inkomen, man. Pak dan iets van een ander wapen. Zo, twee keer. Waar is de box eigenlijk? Anders gaan we daar naartoe. Ik dacht dat jij al wist waar de box was. Maar, even nog een paar updates voor mijn YouTube-channel. Ik ga meer, denk ik, wat denk ik, hoop ik, misschien, denk ik. wat meer ongeveer, plus minus, pak een beet, rond hem af. Wat meer editen in mijn video's. In deze video zal dat waarschijnlijk nog niet zo zijn, want ik ben een luie zak. Nog steeds. en dat soort dingen. En misschien komt er eindelijk een nieuwe microfoon. Want, oh fuck, waar is de box? Want met dit deze microfoon is nog erger. Gaat ook niet. Wat zeg je? Net als ook nog erger met de ruis. Dus ja. Nu is er geen ruis, toch? Een heel klein beetje. Open deur. Sesam, open nu. Er is echt een heel klein beetje ruis. Heeft hij een regen, hoor. Ik heb liever iets anders. Hè? Ik heb wel liever iets anders, dus. Hey, over een maand, over een maand, jongen, no, of zo, dan is de nieuwe, zijn de nieuwe DLC's uit. Dan kunnen we Der IJzendrachen spelen. Ja, op PlayStation. Dat is nog niet op de Xbox. Nee, dat is toch over een week of zo al op PlayStation? Of twee? Oh ja, dat is een maand. Rond. Is het PlayStation ook pas over een maand? Oh. Nee, ja, ik weet niet precies wanneer de PlayStation komt. Ja, precies. Wanneer komt voor Xbox dan? Het spijt me! Wat hè? Wanneer komt voor de Xbox? Weet je dat? Een maand later. Ja. dat is niet wat ik vraag. Wacht, niet! Fuck! Jou. ik ben net te laat met fucking herladen. Lekker voor je. Leerkind. Maar ja mensen, dus er komen er weer video's online. Ik hoop dat jullie er niet te veel hoofdpijn door krijgen. Van, oh nee, video's, nee. Nee, ik wil geen video's. Oh my god, video's. Ugh. Ik wil geen video's. Zoiets. Zo. Mike moet geen video's meer uploaden. Gewoon de, al die haatreacties op mijn kanaal. Ik ben gewoon. Ik ben op hem geabonneerd zodat ik geen video's hoef te kijken. Ja, precies. Nou. Dat is meestal Logics. De logica. Zeker op YouTube, daar is het heel groot. Wat? Abonneren op mensen om niet de video's te kijken. Ja. Dat is gewoon heel groot op YouTube, dat is echt een nieuwe trend. Zaag je zo erg met een fucking Drakon? Ah! Ik ben dood. Ik zoog niet. Hoe leef je ik nog? Zag dat er een max ammo lag, dus ik begon maar wat te sprayen. Oh, oké. Okay. Je zuigt zelf. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Ik zit nu echt een meter voor mijn beeldscherm af. Ik zie geen flikken. Ik moet even mijn ogen overal naartoe bewegen om iets te kunnen zien. Alleen maar omdat jij zo loopt te zeiken en dat die microfoon op mijn nek heen moet. Ja, anders zuigt die man. Dat gaat de hele tijd zacht. Dat is best wel hard. Nu is het gewoon goed. Nu is geen ruis ook. Je moeder is zacht. Dus je zult ook zien dat het echt super goed klinkt. Oh! Auw! Auw, 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 auw! Auw! Hey! De burn is te warm voor jou. De burn is te groot. Ik ga zo meteen Ik doe gewoon nergens op eigenlijk, maar oké. Nijven. Nijven. Laat mij, laat mij. Oh, vieze faggot dat je bent. Ik wou een fucking Juggernaut meteen kunnen kopen. Ik durf te wedden eigenlijk dat bij de nieuwe map pack dan ook, bij de van de zombies, dat er weer Rager Mark 2 is. Sowieso. Misschien. Maybe. Het zou kunnen. Misschien Mark 3. Ik ga dood. Ze hadden zo'n plaatje van een Regen. Nou, van een Regen Inkvis-achtig ding bij zo'n intro. Of misschien dan bij de tweede DLC dat je met Regen Mark 3. Eerst een Mark 2. Dus een kleine spoiler van Mark 3.
Want daar is, hoe heet dat? Treyarch heel goed in. Spoiler. Spoiler, ja. Oh, kijk wat we hier hebben. Oh, een game. Wow, met wapens. Oh. En lag. En lag, ja. Niet te vergeten. Nou, ja. Meer lag. Fuck jou, Daniel. Die Drakon, die reloadt echt. Waarom duurt die Regeno zo lang om te herladen, hè? Oh shit, dat was echt heel slecht. Ik schoot echt 6 kogels mis. We zitten vast in ronde 7 en ik heb echt het gevoel dat we al uren bezig zijn. Dat zijn we ook. Oh ja, met... We zijn gewoon aan tijdreizen. Starten. Ja, ook wel. Ja mensen, dat is gewoon wel een leuk verhaaltje. Voordat deze video begon, hoe laat zijn we denk ik wouden we gaan beginnen met opnemen? Ja, 12:30. Ja, zoiets. En nu is het... Denk ik. Hoe laat is het nu? Ik kan het 2 dus... uur. Nu is het 2 uur. 2 uur. Eerst ging Daniel, ging toch weg toen of zoiets? Ja, ik ging eventjes wat eten. Ja, toen... Niet gegeten. Daarna, toen we al op gaan starten, waarom viel bleek ijzer dat van? De Giant van mijn Xbox verwijderd was. Toen wouden we weer opstarten. Ik moest via Skype opnemen of via, nou nu via iets anders, maar ik moet via Skype, nam via Skype op, alleen die nam en geen microfoon van nee, mij kut, kut. En geen microfoon van Daniel. Toen hebben we Want hij is scare. Toen hebben we TeamSpeak gedownload. Daarvan ja, moet je blijkbaar server hebben. Daar snapte me niet hoe het werkte eigenlijk. We zijn allemaal toeristen. En dus we kwamen uiteindelijk uit op een heel erg gaar idee. Ja, toen kwamen we uit op het idee om via de Xbox app op Windows 10 te gaan doen. Toen kwam Daniel ja, met het toen geweldige... crashte weer Michael's PC of zo. Nee, toen kwam jij met het geweldige plan om even al mijn kabels uit mijn naar al mijn geluidkabels uit mijn PC te trekken. Dus toen ik ze er weer in douwde, op de goede plek, werkte het niet meer. Heb ik daar nog fucking lang mee zitten kutten. Toen daarna, de computer gerestart en toen werkte het. Perfect ook gewoon. Tada! En nu zitten we dat in game chat te praten op Xbox One. Ja, ik hoor jou niet via de game chat, ja, maar... Ja, ik jou wel. Ja, ik doe wel de Xbox app, want die van mij werkt gewoon goed. Mijn Xbox app werkt ook goed, good. Man. Lijkt van niet. Wel, hij werkt wel goed, man. Alleen, anders hoor je toch dubbel door die microfoon heen. Goed, lul. Oh ja. Maar dat is waar, ja. Michael kan niet verbinden met zijn PC. Dat is zo scare is. Wat? Hè, Michael? Lul jij? Nee, niks laat maar. Je lult echt onzin. Niks. Je lult echt weer onzin, Daniel. Oké, ik ga gewoon copyright song aanzetten, fuck you. Je snapt de leven niet. Waarschijnlijk als zet je copyright snap het leven aan, niet. Dan krijg ik problemen. Gok ik. Oké, even doen dan. Dan ben je echt een naaien. Nou, zou je ik dat denk... Ik weet niet of dat een copyright song is, want er staan ook een paar mensen op YouTube. Laten we maar hopen van niet. Anders zal ik even opzoeken, voordat ik dat ga doen dan. Waarom zou je... Dus een kleine easter egg. Waarom zou je songs op? Ik weet niet of het een copyright song is, precies. Welk easter egg? Er is zo'n... Ja, hier is zo'n easter egg. In de map. Ja. Dan speelt hij een liedje. Wat ga je zien? Dan speelt hij een liedje. Maar ik weet niet zeker of dat copyright is of niet. Want andere YouTubers hebben het ook gewoon in hun video laten horen. Ja, maar andere YouTubers... Ik kan niet met zekerheid zeggen die, of het niet gecopyright is. Kokzukken Activision, dus die mogen dat. Snap je? Oké, ik ga ondertussen even opzoeken. Ik heb Speed Cola gekocht. Ik heb Speed Cola gekjakt. Cool. Gekjakt.
Weet je, die stemmen van... via Xbox gewoon niet... Oh joh, what the fuck? Let op mij! Maar die stemmen die je hoort gewoon bij party chat, bij game chat, die zijn nog helemaal niet zo heel goed. Ik had echt verwacht dat die al veel mooier waren. Maar je hoort nog steeds best wel een gekraken doorheen. Instakill! Hyper damage. Ouderwetse Advanced Warfare. Advanced Warfare is gewoon een goede game. Dat was ook wel eigenlijk leuk, vond ik. De extra zombies van Advanced Warfare. Ja, alleen... was toch wel wat anders. We hebben niet alle map... Nou, ik had best veel mappen, maar niet allemaal. Ja, ik had er 2. Ze waren wel goed, vond ik. Ik had de draai. Voor mij. Ja, 3. Sven had de 4, maar voor mij heeft hij ze nog nooit alle 4 gespeeld. Maar dat weet ik niet zeker. Sven, als je deze video kijkt, kan, even in de tot nu toe kijkt, want we zijn al 16 minuten bezig. Dan laat in de reactie... 16? Ja. Oké. Okay. Illuminati confirmed zo. Laat dan... ja, op zich wel. Laat dan in de reacties achter of jij alle zombie map hebben gespeeld. Kan je een rocket shield hier bouwen? Nee, denk. Nee. Komt in de originele map wel. Weet ik toch niet? Wel. Oh shit! Nee, niet in de originele map. Oh! Alleen in het Sands of Evil. En op Rampage! En misschien in de IJzendrachten. Nee, fucking hell Daniel. Ook in Origins. Oh, ja. Wat gespeeld? Ik heb Origins ook nooit dat gespeeld. Dat zijn DLC's. Volgens mij is het Origins in DLC 3 of zo. En flauw idee. Maar Daniel, ik heb een vraag aan jou. Nee. Zou jij de Season Pass kopen op de stand wat je nu, hoe leuk je Black Ops 3 nu vindt? Nee. En waarom niet? Het enige leuke vind ik nog zijn zombies. Ja, oké, dat is wel als je echt gewoon heel erg geïnteresseerd bent hierin. Maar verder kan je af en toe wel map pack, maar daarna heb je ook weer saai, zou maar zeggen. Maar ja, toen wist ik nog in het begin nog niet. Dat is wel een goede game in het begin, vond ik. Ja, jij was een dikke fanboy en ik zat gelijk al dat het kut game was. Nou. Was ook zoiets met Advanced Warfare. Vond ik wel een goede game eerst. Ja, toen brachten ze Advanced Supply Drops binnen. Ja, nee. Fuck jullie. Mij boeide het eigenlijk vrij weinig. Ik vind het nog steeds een goede game. Ik vind dat, hè. Ik, mijn mening. Ja, ja. Mijn mening telt. Wow, heb je mening? Op dit kanaal telt alleen mijn mening. En de mening van de... kijkers die niet ben je racistisch of zo? Hè? Ben je racistisch of zo? Hè? Wat met racisme te maken? Haat je blij, haat je zwart of zo, hè? Godverdomme. Racist. grapje jongens. Ik nee, eigenlijk helemaal niet. Ik haat blanke. Racist. Kan jij eigenlijk. Ja, dat is opeens, dat is opeens niet racistisch, hè, eigenlijk. Kan je eigen ras discrimineren? Ik heb de RK5 gepackenpunched. Ben ik stom. Hey Daniel, weet je dat? Of dat kan? Of niet? Wat? Of je eigen ras kan discrimineren? Denk het. Als je albino bent, je haat ze. Of rednecks. Ja, maar ik bedoel, als je het zelf bent en je zegt, ja, het zijn eikels, discrimineer. Het zijn flikkers. Heb je dan wel racisme? Help. Ja, dat weet ik niet, Annie. Oh shit.
Ik haal een gumball. Een gumball. Beetje te veel gesnoven. Ik krijg die in play side. Die krijg ik best wel vaak en die is best wel chill. Double tap. Die is hier. Nee, niet is juk. Dubbel. Dit is bij het teleporter 1. Double tap is bij teleporter 1. Dat zeg ik het net. Nee, dat zei ik. Goddomme. Ben je dood of zo? Oké, hij kan wel binnen 1 burst. Echo 5 kan nu binnen 1 burst zombies neerhalen. Ik kan binnen 1 kogel zombies. Als jij niet kill steelt. Ja, maar het is de Echo 5. Echo 5, die heeft fucking weinig ammo. Ja, maar ik ga die gewoon voor Red Hex. Hij is bijna klaar, dus ik ga hem gewoon even afmaken. Je moet fucking 1000 kills daarmee halen dan, toch? Nee, hier maar 400 en ik heb hem gehaald. Het ligt aan welk wapen. Bij snipers en pistolen heb je maar 400 nodig. Oh, daarom heb ik de Red Hex op de Drakel. Ja, en op de Locus. Ik weet het ook, op de Locus. En nou, ga ik de M8A7 halen. Haal de Pharo. Als je met de Pharo goed kan spelen op zo'n. Ja, dat is geen wallgun. Wat gaat om boksen? Een lekker boksen. De Pharo is best goed op zich. Vind ik niet heel slecht. Serieus? Ja. Dit is echt fucking slecht. VNP, die heb ik ook al net hex. Kut. Lekker voor je. Weet je, jouw poppetje ziet er echt vet raar uit door die muren heen. Je lijkt echt net gewoon een stok. Met verlepte benen eronder en shit. Ik ben een MLG Pro met de M87. Ik durf te wedden, echt van die tryhards dat nooit hebben zombie gespeeld hier zo op. Die zullen denken dat M87 heel goed is hierop. Sowieso. Ik weet het gewoon zeker. Ik weet helemaal niet welke wapens goed zijn. Ik weet alleen dat de Drakon en de. Die shotgun. KRM. Nee. Of weet het, Haymaker. Haymaker, ja. En nou, dan heb ik van jullie gehoord dat de KRM fucking goed is, maar anders had ik die ook nooit gekocht. Ja, KRM is gewoon begin alleen goed, maar verder is dat heel scheid. De Gorgon is gewoon nu goed. In het begin is hij echt gewoon scheid. Hij is gewoon opgebufft. Je kan hier op ronde 13 nog een one-shot headshot halen. Ongepackepunched. Moet ik, waar is de box eigenlijk heen? Ja, doe maar. Voordat double points over is. Kijk eens tot te laat. Ja. Nee. Helaas. Pindakaas. Maar de pindakaas. Ding die is ook fucking goed. ICR, die moet ik nog hebben. De dingo is fucking goed, ja. Precies. Eigenlijk zijn ja, alle LMG's, behalve de, hoe heet dat ding? De 48 Dredge. Die is gewoon slecht. Waarom staat die zombie daar? Ja, er zijn geen zombies in de map. Je schoot er net nog één neer. Ja. Oh jezus. En hij is dood. Ik kom niet lekker er opeens af. Ze praat wel, fucker. Kom, we gaan hier met z'n tweeën trainen, dan kun je lachen. Ja, dat gaat echt absoluut fout. Precies. We zijn nu al bij ronde 16, dat is op zich best redelijk. Oh, de Pack-a-Punch ICR. Die heeft opeens heel andere reload mechanism. Wacht eens even, die ken ik. Dat is gewoon van de SWAT. Wat? Drie loden van die van de ICR's, hetzelfde als de SWAT in Black Ops 2. Wat is de SWAT? Ja, dat is die drie burstwapen. Nou ja, boeiend. Het is toch allemaal hetzelfde. Ja, maar weet je wat ik eigenlijk. Ja, dat ga ik in een andere video wel. Fire sale. Nee!
Gaat nog goed. Fire sales. Boxen. Gobblegum. Ik heb al dingen schieten. Een gobblegum. Ik heb weer in plain sight ook. Ja, dat ding krijg je vet vaak. Dat is best inderdaad. Best appeared. Apart. En die is wel goed in elk geval, dus. Ik wil echt een andere als turnt. Een woendewaffe. Ga voor red hex op de woendewaffe. Dat kan niet. Waarom niet? Hij kan niet worden gecustomized. Net zoals de Raygun en de MR6. Ik vind het raar eigenlijk. Als ze gewoon die MR6 konden... ja, customizen. Oh fuck. Jammer. Daniel, blijf dan hier, jongen. Gaan we ergens anders heen. Je verneukt onze complete challenge. Dat ding gaat er niet door de muur heen. Jee, fire seal. Jee. Hoef ik niet eigenlijk. Ik ook niet. Ik heb al de BRM. Die is ook best goed. Ik ga neer, bijna. Nee! Ga jij nu eventjes voor monkey bombs. Oh, de clutch, de clutch. Oh, oh, oh. Oh, totaal geen in plain sight gebruikt. Oh. Nee. Heb je het over? Oh, de clutch. Oh, nee. Oh, de clutch. Oh. Get wrecked, scrubs. Oh. Oh. Oh, Jack. How dare you touch the doctor? Oh, get wrecked. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, MLG, bro. Setup, setup, setup. Setup, 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 setup. Headshots. Headshots voor deze. Ik kan, hoe heet het? Trickshotten zonder setup. Alleen ik raak niet. Die is goed. Geef toe, die is goed. Geef, yeah. Geef toe, die is goed. Dat is eigenlijk wel een heel erg precieze... Het is best wel precies hoe de wereld zich nu gedraagt. Fireworks, yay! Ja, lekker vuurwerk afschieten. Ik heb fucking headwire en turnt gekregen, al bij fucking slecht. Cool. Nee, niet cool. Wat heb ik nu? Weer, oh. Nee! Ik heb weer turnt, fuck. Let's play. Wie is dat? Exact words. Wie zegt dat? Wat gebeurt er? Daniel? Hey. Daniel, waarom zei hij dat? Dat is voor die Annihilator Easter Egg. Oh, dat deed je. Oh, dat was jij. Ach toch. Wat toch? Zeg dan dat je daarmee bezig bent. Niet zo moeilijk. Al die easter eggs in deze map zijn niet moeilijk. Het is fucking lastig. Ik loop hier gewoon achter die honden aan en ze negeren me. Hey hond. Hey hond. Daniel jongen, er komt een hond aan. Oh shit. Nou. Waarom doe je dat? How dare you touch a doctor? Nou, hebben we de annihilator al? Nee. Ze moeten echt iets doen dat je de site krijgt ofzo. Yes! Yes! Heb hem. En als je niet meer wil dat het gecopyright is, dan moet je gewoon doorheen praten. Alabla. Gaan meester werken. Hij was sowieso niet in het begin echt, dus... Hey, we zijn op ronde 19 al. Wauw. We gaan niet werken als je niet veel tekst hebt. Wat zeg je? Is die teringbeer. Daniel. What the fuck? Rennen! Rennen! Holy shit man. Echt
druk. Ik kan het nou even niet meer. Maar waarom heeft het geen nut? Ik praat er nu toch als een gek doorheen, jongen. Helemaal wild. Ja. Helemaal wild. Oh, fuck. Nog meer zombies. Nee. Nee. Daniel, we gaan niet dood. Niet als we wegrennen. Kut. Tunnel, no, 360, no scope. Had je dat ding nou al geraakt, die teddybeer hier? Nee. Ik zie hem staan, alleen mijn BRM heb ik nog niet gepackpust. Jawel. Oh dan. Waar is hij? Hij zit daaronder. Hij is, ja. Lekker. Ja, we hebben hem. En nu? Get him. Got him. Hier in deze oven. Hier zo. Wat een lekker nummertje. Is over. Is over. Boom. Boom. Waarom zegt hij dat je hem gekocht hebt? En waarom blijft die muziek zo lang doorgaan? Lang nummer. Oh, dat was lekker voor. Oh, dat was lekker voor de kijkers. Oh. Ik zal wel eventjes een headphone warning opzetten. Ik duw mijn fucking back zo wat in die microfoon. Voordat ik moest niezen. Vrees jongen. Precies. Muziek, hou op. Ik ben klaar hoor. Als ik copyright problemen krijg, dan krijg ik echt copyright problemen. Ik denk het niet hoor, want er zijn genoeg videos op YouTube dat dit liedje laat spelen. Ja, maar als het goed is moet je dan je ads uitzetten. Je reclame. En dan mag het. Maar dat weet ik niet. Ja, zeker. Dan heb je pech. Dat je goed gezien. Heb je pech. Maar ik moet wel monies verdienen natuurlijk. YouTube is mijn enige inkomstenbron. Zo eigenlijk voor degene, voor zo'n kleine kind, YouTube is de enige inkomstenbron. Omdat ik gewoon niet werk. Ja, je bent 12. Nou man. Ja, op zich. Nee, ja. Mag dat eigenlijk? Mag je eigenlijk onder de 12 wel, of onder dood. De 13 wel met YouTube kloten? Ja. Want. Mijn het komt met 12. Nee, ja, op mijn 13 of zo. Ik heb op mijn 13 een Minecraft gedaan. Minecraft. Nee, het is meer als een hobby. Je kan meer bekijken als een hobby. Waarmee je geld kan verdienen. Ja, maar dan werk je toch gewoon. Nou, niet echt. Ik vind het wel. Oh shit, ik heb CSGO, vijf... skins verkopen, dat wil niet werk. Ik heb 5 keer, hoe heet het? 5 keer de... Weevil moet ik ook nog doen. Kleding. Niet dat je er iets aan hebt in ronde 21, maar ja. Ja, als je Bowie knife hebt. Die heb ik niet. En dan heb je er niks aan. Ik ga gewoon met je trainen hier zo. Wauw. Ja, ik ga dood. Fucking BRM man, wat een klerenapparaat. Kut. Ik heb een annulator. Nee! Daniel! Ik werd geblokt. Nee. Nou mensen die deze video hebben gekeken, vergeet niet te liken, zoek ook Daniels account op. Dit is de eerste en enige keer dat ik een dingen geef, een shoutout. Promote. Ik heb Serieus? Op de 40 abonnees gehaald, help me naar de 50, nee, komt er een face reveal op. Nee, niet. Ik hoor je niet Daniel, want vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik je wel Michael's weer gay. Bij de volgende video. Michael's gay jongens. Ja, wat is er? Hij is er weer. Ik ben nog aan het opnemen. Kom op.
Wat wil je als eindquote? Like, subscribe en alles en al het spul. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk. Helemaal naar de 50 abonnees. Dan komt er een face reveal. Eigenlijk helemaal niet. Fuck it. Nee, komt.